We zijn op weg naar de uiterste rand van Europa. Naar Gerasimovka, een klein dorp diep verscholen achter de Oeral. Daar begon, begin jaren 30, een verhaal dat elke Sovjetburger op school uit zijn hoofd heeft moeten leren. Het verhaal van het jongetje Pavlik. Het jongetje dat als voorbeeld werd gesteld voor alle Sovjetkinderen, omdat hij, uit liefde voor Stalin, zijn eigen vader had verraden. Dat was een hele andere. Je ziet, hoe zeggen. Новая власть пришла. Может быть, он даже и правильно, что предал отца. Он, может, власть в эту верил. Zo ver was het in 1933 dus gekomen met de Russische revolutie. Die vrijheid en gelijkheid voor iedereen had moeten brengen. En het verhaal van het jongetje Pavlik was niets vergeleken met de gruwelen die nog moesten komen. Aan het einde van de dertiger jaren zouden er door Stalins toedoen miljoenen Russen zijn omgebracht. Pavlik werd een officiële Sovjetheld. Het dorp een bedevaartsplek waar jarenlang de bussen met schoolkinderen af en aan reden. Nu komt er geen kip meer. Het dorp is vergeten. Наш ребенок был. Это ребенок был. И нам поблажка была за его. Наш колхоз восстановили, нам асфальт сделали, нам деньги давали. Это был наш земляк. Вот, наш земляк был. Er zijn verschillende versies. Dit is er één van. Op een avond hoort Pavlik zijn vader met andere boeren een plan smeden. Ze willen documenten vervalsen om zo graan achter te kunnen houden. Pavlik doet wat van hem als goed, actief pioniertje verwacht wordt. Hij vertelt het op school. Dat schooltje staat er nu nog. Het werd een museum met Nina Kupratsevich aan het hoofd. Zij leidde hier jarenlang de bezoekers rond. Но все события трагические, которые произошли в Герасимовке, они связаны с периодом коллективизации, которая проходила в стране у нас в годы коллективизации. Павлику ставил заслуги то, что он был очень активным пионером. Один из первых вступил в пионеры, кстати, был очень активным пионером, помогал учительнице, помогал по разоблачению зажиточных крестьян, якобы. Это все одна из версий. Также самое страшное, в чем восхвалялся Павлик Морозов, что он участвовал в разоблачении своего отца, Трофима Сергеевича Морозова. Volgens de overlevering zou Pavlik in de rechtszaal hebben gezegd: als een pionier verklaar ik dat mijn vader de Oktoberrevolutie heeft verloochend. Ik eis een streng oordeel voor hem. Hij heeft de kolchozen verraden. Sommigen zeggen nu nog dat Pavlik's moeder hem die woorden influisterde. En helemaal niet uit vaderlandsliefde, maar gewoon uit wraak, omdat Pavlik's vader haar in de steek had gelaten. En потом, когда отца судили в феврале 32 году за подделку документов, через полгода, 3 сентября 32 году в лесу недалеко от деревни были убиты братья Морозовы, Павлик и его младший брат Федя. Вот они шли по этой тропинке. Набрав на болоте клюквы, возвращались обратно. На пути им встретились люди с ножами. Вот мы с вами подходим к обелиску, который установлен на том месте, где был найден убитый Павлик Морозов. Ну, когда нашли убитых Павлика и Федю, сразу арестовали четверых подозреваемых в убийстве. Это деда с бабушкой Морозовых. Дело в том, что когда пришли с обыском в их дом, нашли за иконой нож, который предполагали, что этим ножом были убиты дети. Вот. И нашли замоченная в корыте одежда окровавленная деда и Данил. Данил-то тыкал ему. Он за нож хватался, а ему в живот, в бок, в грудь, в руки, там где, везде тыкал, пока еще не упал.
Met zijn gewelddadige dood wordt een mythe geboren. Een communistische martelaar van 13, vermoord door tegenstanders van de collectivisatie. Als de grote Russische schrijver Maxim Gorky het verhaal hoort, pleit hij ervoor een standbeeld voor de jonge held op te richten. Niet alleen kinderen, ook volwassenen volgden Pavliks voorbeeld. Vol overgave werden vermeende vijanden van de revolutie aangegeven. Vaak kregen de verklikkers een deel van het bezit van hun slachtoffers. Soms kregen ze hun kleren, hun huis, hun baan of zelfs hun echtgenoot. Ik zei dat het поощрялось, het качество. Узаконилось предательство. Оно узаконилось, оно поощрялось. En как другими словами? Да, и то, что стали возвеличить нашего, не разобравшись, и не подумали о том, что это ведь дети, это же трагедия, это страшная трагедия, а стали возвеличить. Это о чем говорит? Значит, государство это было на руку? На руку даже вот эта гибель наших детей? Это страшнее не придумаешь? А почему на руку? Как это объяснить? Ну, я же сказала, что в колхоз очень трудно создавались колхозы, очень в тяжелых условиях люди не хотели вступать. А вот видя, чем это заканчивается, эта трагедия, она и подтолкнула многих крестьян, что забыть все, все бросить, все сдать в колхоз, лишь бы только остаться живыми. Лишь бы родные дети не предали. Да, да. Даже так. А предательство, оно было вообще повсеместно, по всей стране у нас. Это был страшный период. Als Stalin in 1932 de helft van de toch al gereduceerde graanoogst in de Oekraïne opeist voor de export, betekent dat het doodvonnis voor honderdduizenden boerenfamilies. In het voorjaar van 1933 begint de massale sterfte. De boeren eten gras en soep van leer, en later werden dat katten, honden, ratten en soms zelfs resten vlees van gestorven mensen. Ondertussen blijft Rusland massaal graan exporteren naar het Westen. Als daar kritiek op komt, nodigt Stalin de schrijvers Henri Barbusse en Bernard Shaw uit om zelf te komen kijken hoe de situatie is. In de Times schreef Shaw over dat bezoek: ik zag in Rusland geen enkel ondervoed persoon, jong nog oud. Waren ze soms opgelapt, speciaal voor ons? Waren hun holle wangen opgevuld met stukken rubber? Het is verleidelijk om nu, miljoenen Stalin-doden later, schamper te doen over de goedgelovigheid van Barbusse, Shaw en die andere Westerse intellectuelen. In hun verlangen naar die nieuwe maatschappij en de bijbehorende nieuwe mens waren ze bereid veel van Stalins excessen voor lief te nemen. Maar daarin waren ze niet de enige. Ook de meeste Russen zelf bleven geloven dat er een betere toekomst wachtte, vlak om de hoek. Je kon in die dertiger jaren misschien nog wel beter in Hitler-Duitsland wonen dan in het Rusland van Stalin. Hitlers repressie was gericht tegen bepaalde groepen, maar een doorsnee Duitser had weinig te vrezen. Stalins terreur daarentegen kenmerkte zich door een totale willekeur. Iedereen kon het doelwit zijn, om de meest onnozele reden, volgend jaar of nog vannacht. Miljoenen Russen werden gedeporteerd, miljoenen kwamen om. En dat alles uit naam van een revolutie die beloofd had een eind te zullen maken aan alle ongelijkheid. Niet alleen in de Sovjet-Unie, maar in heel de wereld. Maar uiteindelijk lijkt het alsof al die jaren communisme in deze eeuw maar aan één ding een einde hebben gemaakt. En dat is aan de behoefte om ooit nog een keer van zo'n ideale maatschappij te durven dromen.